gelukkig hebben we de Slam Weekendmarathon nog, Mix. Goedemorgen, het is zaterdag en we zijn beneden en Sarah die komt net heel lief aanlopen. Goedemorgen. Ja, dat is verrassing, mijn ontbijt. Echt super schattig. En ik had al thee gezet, dus we beginnen de dag helemaal goed. Net even gedoucht en aangekleed, mijn kind heeft gelijk het hele huis overgenomen, dus het is één zooi. Ik heb deze top aan van Karen Millen en die vind ik vooral, als ik dat goed kan laten zien, aan de achterkant heel erg leuk. Daar heeft ze open gewerkt. Broek Mango en sneaker wedges van Guess. En zij was buiten spreken met Mila. En Mila's moeder is thuis. Die wonen vlakbij. Dus ik ga even alleen boodschappen doen. En ja, Mila's moeder is er gewoon als er wat is of als ze iets willen vragen. Dus ik ga lekker op de fiets. Het is druk op de weg. Blijf uitstromen. En het is ook koud. Net geen zonnetje en het zou vandaag best lekker worden. En elke keer heb ik dat. Dan is het heerlijk en dan kijk ik. En dan ga ik op de fiets. En dan denk ik, nou, zonnetje weg bijna. Beetje jammer. Maar goed, we gaan even eten halen. Dan kan ik het weekend weer helemaal door. Ik heb trek in iets lekkers voor vanavond. Maar ik wil eigenlijk ook niet snoepen. Dus ik heb een dilemma. Het is heel veel herrie voor jullie als ik er zo overheen fiets, maar ik wil gewoon hands-free filmen. Dat vind ik gewoon veiliger. Ik doe ook altijd hands-free filmen in de auto, want ik vind het verkeer gewoon belangrijker. En soms zie ik het in vlogs die ik kijk, dat mensen met een camera in hun hand zitten en of afgeleid zijn, alleen maar de camera in het verkeer. En daar wil ik gewoon niet aan meedoen. Film is leuk, vloggen is leuk, maar veiligheid staat gewoon op één. Ik ben weer thuis, maar echt, mijn boodschappen waren zo zwaar met fietsen dat heel mijn benen zijn verzuurd. En ik kon gewoon niet vooruit. Ik denk dat die tassen echt, ja, 30 kilo per stuk wegen, echt. Oh my god. Mama weer in huis vermaakt, dingetjes opgeruimd, uitgezocht. Ik moet het echt een keer helemaal groot pakken, want het blijft altijd in mijn hoofd zitten en dan doe ik een stuk. Maar het komt er allemaal weer erbij dat het weggaat. Het leek net of er iemand voor de deur staat, maar er staat helemaal niemand voor de deur. Maar de buurman is aan het klussen, dus misschien hoor ik daar de herrie van. Ik ga koken, ik ga lekker pasta pesto maken. Daar heb ik ook echt trek in, want Sarah's idee, maar ik vind het een heel goed idee. En Sarah en ik eten samen, Marco komt later, dus die warmt het op. Oh, ja. En dan hebben we weer bijna een dag erop zitten. Oh, een stukje ui. Nog stomend heet, dus mijn lens beslaat, maar dit is zo lekker. Gelukkig hebben we de Slam Weekendmarathon nog, Mix. Mixmarathon, komt er weer goed uit, echt. Praat is zo mijn talent af en toe. Ik ga thee zetten, vast even editen. Marco is echt vertraagd. Het werk loopt allemaal uit. Dus ja, dan maar zoveel mogelijk af hebben voordat hij er is. Jee, en ik kan zo goed richten. Echt een talent. Edit is klaar, dus tijd om te gaan renderen. Ik heb nu gekeken of ik de instellingen kan veranderen. Of je nu 's avonds wat beter beeld ziet. Volgens mij, want ik heb nu minder licht dan gisteravond, is deze instelling wel beter. Let me know hoe jullie het zien. Want ik heb echt zo'n tijd zitten rommelen. En dan moet ik morgen even testen of deze instelling ook voor overdag goed werkt.
Maar dan zou ik dus 's avonds betere beelden hebben. En daar ben ik best wel blij mee, want het irriteert me best wel dat mijn beelden 's avonds gewoon zo donker en onscherp zijn. Dus comment hieronder even en laat me even weten of je veel verschil ziet of niet. Tijd voor snack en gelijk een goede test voor mijn instellingen. Volgens mij is het beeld wel een beetje gelig, maar ja, we gaan het zien. Anders ga ik gewoon weer verder rommelen. Ik ga wel healthy snacken, dus ik ga gewoon een fruit maken. Ik heb aardbeien en druifjes. Ik heb ook echt zin in kerstseizoen. Ik hou van kersen. Maar ik koop dat echt alleen als het seizoen daar goed voor is. Dus dat is nog niet zo ver. Ik heb even een dipje, maar ik weet ook als ik nu naar bed ga, is het gewoon echt te vroeg en dan gaat het dan echt niet worden. Ik ben ook echt wel moe, maar ik weet als ik nu naar bed ga is het echt te vroeg en dan gaat het hem echt niet worden. Of ik ga in bed liggen en dan ben ik niet meer moe eerder ik me klaar heb gemaakt voor bed. Of ik word vannacht wakker en kan dan niet meer slapen, dus been there, done that, zeg maar. Dus ik ga mezelf nog maar even vermaken. En ik heb gewoon zin om weer wat te doen, zeg maar, mijn leven terug te krijgen. Ik verveel me echt te pletter, maar goed. Lekker fruit, wat jullie niet zien. En zo beter. Oh, ik ga toch maar op tijd mijn bed in. Maar ik wil niet te vroeg slapen. Ik zou willen, maar ik weet dat ik daar spijt van ga krijgen. Dus ik ga gewoon lekker vlogs kijken of zo in bed. En ja, dan zo nog maar even mezelf maken. Maar ik heb gewoon geen zin meer om hier te zijn. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!